Ik ben Marcus Schepers, 16 jaar oud en ik ben een van de UCLL-vloggers. In deze serie van 5 video's vertel ik je over mijn vrienden, hobby's, school, succesverhalen en beperking. Vandaag vertel ik over dagelijkse activiteiten die lastig kunnen zijn, maar toch een succes worden door goede oplossingen. 'S Ochtends begin ik met boterhammen als ontbijt. Daar doe ik bijvoorbeeld chocopasta bij. Maar als ik nu echt goed wil kunnen zien wat ik op mijn brood smeer, dan is dit te ver weg. Want dat zie ik niet goed. Dus ik moet eigenlijk erg gebogen staan. Maar ik eet 4 boterhammen normaal. Dus dan sta ik lang zo. En dat is niet goed voor mijn rug. Daarom is daar een oplossing voor. Ik heb een soort tafeltje waar ik mijn bord op kan doen. Zo staat het bord hoger, is mijn rug rechter en kan ik makkelijker smeren omdat ik het beter zie. Na het ontbijt ga ik altijd tanden poetsen. En dan vraag je je nu misschien af, doet hij dat op gevoel of ziet hij echt waar hij poetst? Nee. Het is gewoon op gevoel. En dan vraag je je misschien nu ook af, maar poetst hij dan wel goed? Ja, want ik ga eens per half jaar op extra controle bij de tandarts. Daarbij wordt mij verteld of dat ik goed poets en verwijderen ze mogelijk tandsteen of plak. En dat is heel handig, want ik zie zelf niet waar ik plak of tandsteen heb. Nadat ik mijn ontbijt heb gegeten, mijn tanden heb gepoetst en mijn haar heb gedaan, komt voor mij de meest belangrijke en tegelijkertijd meest vervelende activiteit van de dag. Mijn medicijnen innemen. Vroeger stak ik het flesje bijna in mijn oog, maar tegenwoordig heb ik daar een handige bril voor. Deze bril heeft 3 gaten. Zo kan ik door het gewenste gat mijn flesje steken met daarin mijn benodigde druppels voor tegen te hoge oogdruk. Vervolgens zet ik de bril met het flesje door het glas heen tegen mijn hoofd aan en dan kan ik gemakkelijk en snel in het flesje knijpen zodat de druppel in mijn oog komt. Veelal verplaats ik mezelf door te lopen of door te fietsen. Daarbij gebruik ik eigenlijk nooit een herkenningsstok of een taststok. Wel heb ik een mobiliteitstraining gevolgd. Daarbij leer je het juist gebruiken van dit soort stokken. Nu wil ik naar de supermarkt. Maar hoe kan ik als slechtziende betalen met muntstukken? Kijk even mee naar dit filmpje, dan leg ik het je uit. Zoals je ziet, of misschien wel eens hebt gevoeld, heeft elk muntstuk andere ribbels. De 2 euro munt heeft er bijvoorbeeld geen, maar de 50 cent heeft er juist weer heel veel. Dan de 20 cent weer geen en de 10 cent weer veel. Zo kun je aan de grootte en de ribbels voelen welke munt het is. Nu ben ik in mijn eigen wijk, dus nu weet ik goed waar ik kan afslaan en bij welke straat dat is. Maar soms ben ik in een minder bekende omgeving en dan kan ik me wel eens helemaal suf zoeken naar straatnaambordjes. Want die hangen soms op de niet meest logische of ideale plekken. Dat is bijvoorbeeld ook hier, want daar achter mij hangt die op een huis. En wat ik dan meestal doe, is dat ik mijn telefoon pak, hem even op camera zet en dan inzoom en er een foto van maak. Dan kan ik het dichter naar me toe halen en zie ik toch bij welk straatnaambordje ik sta. Na een ochtend en middag vloggen vind ik het fijn om eens rustig te ontspannen in de tuin. Maar dan kom ik altijd bij het vervelendste alledaagse probleem. De insecten die hier rondvliegen en die ik niet kan zien. Dus ik weet ook niet wanneer ik geprikt word. En daar moet ik eigenlijk nog een goede oplossing voor hebben. Dus ik wil nu aan jullie vragen of dat jullie een oplossing hebben. En als jullie die hebben, zouden jullie dan willen achterlaten in de reacties. Want misschien kan ik daar ook wat mee. En dan zie ik jullie graag bij de volgende vlog. Doei!